De wenstoot! De wenstoot! De wenstoot! De wenstoot! De wenstoot! De wenstoot! We zijn niet in de Banees nu. Ze zijn lekker ding gegeten, als ze lekker bij gegeten. En ze hebben een nasje genomen achter. En ze hebben lekker gegeten. En dat is goed nu. En dat is nog wat dronken en ook verwisseld dronken. En je gebabbeld daar, we torten met de lam. En de winkel is om een kruppelbluten, om theepapier en alles. En dan gaan we door naar. En we torten met de kassa, dat is goed. En dat is goed thuis. En we torten de kassa, de nuttigheidstap, de buitengewoon nuttigheidstap, dat is in orde. Ja, dat is in orde, maar ik. Hallo, we staan hier aan de oude Gentse haven, de oude Dokken. En dat is exact de plek waar ik samen met Erwin Verhofstadt een aantal keren ben samengekomen om wat te wandelen, wat bij te praten en vooral om het te hebben over de haven, de havenstad, de stad en ook over het aspect tekenen en maquettes maken. Nu, één zaak, waar is Erwin? Heer Erwin te zien, ja, de pandemie natuurlijk. Helaas is een van zijn begeleiders thuis op dit ogenblik, quarantaine, en moest Erwin daardoor wat verstek geven. Maar bon, we gaan door. Erwin Verhofstadt is een tekenaar die prachtige, fluweelzachte tekeningen maakt, ook maquettes maakt, van huizen, van steden, stadsplanningen en dergelijke meer. Toen hebben we gedacht, Erwin, dat is de perfecte architect om in te zetten in het Windstoot-project. Hij zou kunnen, vanuit een soort van architectenbureau, het ontwerp maken, de tekeningen, de schetsen van de havenstad waar de expeditie de Windstoot kan aanmeren. En daarom hebben we besloten om Erwin en ikzelf een verbond te sluiten als een soort van architectenbureau, want één architect is maar één architect. Dus met z'n tweeën een architectenbureau te vormen. En weet je, we zijn allebei van hetzelfde geboortejaar. Bespaar het u, twee jonge mannen. En daarom hebben we de titel van ons project omgedoopt tot Office 61. En Erwin? Wat heb je nu gekocht? Hier is een kruppelbluten. Wat hier? Hier is een kruppelbluten. Potloden? Ja, dat heb ik gekocht. Dat heb ik gekocht in de winkel. Dat is goed. Speciaal kleurpotloden voor, ja, voor de haven te tekenen dan. Ja, voor de mesken. Ja, maar mooi. De wenstoot! De wenstoot! De wenstoot! De wenstoot!